Welkom weer bij deze nieuwe boodschappen shoplog van de Albert Heijn. Ik heb zoals iedere week weer mijn boodschappen besteld bij Albert Heijn via de Albert Heijn app. Ik laat jullie even zien wat we allemaal nodig hebben voor deze week. En we gaan van start met de diepvries en de koelkastproducten. Ik heb hier weer 2 liter halfvolle melk staan. Griekse yoghurt. Heksenkaas in een tube. 2 doosjes aardbeien. Dat was een aanbieding. 2 voor €5. Dus de hele week nog de aanbieding. Avocado's. Dan hebben we hier de Starbucks afdeling. Ja, die waren maar 99 cent. Dus ik heb er 4. De latte macchiato caramel. Dat is toch echt wel het meest favoriet hier zo. Dan heb ik hier de watermeloen ijsjes. Heel favoriet bij de kinderen. Pizza's. De Diavola. Een salami pizza en een mozzarella pizza. Gehakt. Geraspte kaas. Lasagnebladen. Ik had gehoopt dat ik die wat eerder in huis zou hebben. Zodat ik die nog mee kon gebruiken in het eten wat ik had. Maar ik heb geïmproviseerd, dus het is gelukt. Maar eigenlijk hoorden ze bij het eten van vandaag en dat is al klaar. Dan heb ik hier druiven, eiersalade, spinazie, eikenblad, sla, melange, macaroni, spaghetti, groenten, boursin en 2 maal aardappelschijfjes. En de laatste lading heb ik ook weer klaarstaan. Ik heb het een beetje op elkaar gezet, want anders was het 2 keer een beetje. Maar laten we gewoon beginnen. Ik heb hier 2 maal de Better Lemon van Royal Club. De tonic was er niet. Het was weer een aanbieding van 99 cent, maar deze vind ik ook heel erg lekker. Dus ik heb 2 keer Better Lemon. 2 maal appelwater van Albert Heijn. 2 Saanse volkoren en bruine bolletjes. 2 maal Bugles. Een spa reinefles. Laminaatreiniger. Dan heb ik hier krokante muesli met chocoladesmaak. Pasta saus, spaghetti kruiden, pindakaas, 3 potjes groente voor Rosa, vochtig toiletpapier, bananen en keukenpapier. Dan heb ik hier een komkommer, spaghetti. De toiletblokken van Witte Reus waren ook weer in de aanbieding, dus ik heb er 2. Dan heb ik hier snoeptomaatjes, mandarijnen, sultana, appel. 2 maal aanrechtdoekjes. Wat sponsjes. Deze zijn wat harder. Dus ik ga even kijken of deze wat beter schuren op de vloer bijvoorbeeld. In de badkamer is dat altijd wel fijn als je even lekker kan boenen. Harde sponsjes. En ook op de barbecue bijvoorbeeld. Dan heb je toch altijd dat heel snel dit kapot gaat. Nou, hopelijk zijn deze wat beter. En gewone sponsjes. Ik heb nog van die goedkope liggen, maar die gaan zo snel kapot. Dus ik denk, ik neem eventjes de ouderwetse geel met groen en wat sterkere. Kijken of dat beter werkt. Tja. Dat waren mijn aankopen. Ik vergat in de intro te vertellen dat ik ook nog een deel van de Jumbo inderdaad aan boodschappen had besteld. Want we hadden last minute besloten om met de jongens te gaan barbecuen. Dus ik had ook nog wat spulletjes van de Jumbo besteld en die zien jullie nu. En dit is de bestelling die ik nog bij de Jumbo heb gedaan. Ik heb hier 2 maal hamburgers voor op de barbecue. Was een aanbieding 3+1, dus ik heb nog meer vlees. 2 maal heksenkaas in een tube. De Jona Gold appeltjes, die waren 1 euro. De caramel macchiato van Starbucks, ook 1 euro. Hamburgertjes, ook voor op de barbecue heb ik die ook genomen. Zodat we extra hebben als er extra mensen zijn. Dan heb ik hier speklapjes gemarineerd, 2 stuks. 2 maal van die varkens shashlik dingetjes zitten er 2 in. En daar zitten er ook 2 in, hebben we 4. Dan hebben we hier de varkenssaté. Van die filetlapjes. Wat is dit? Varkensribei gemarineerd. Nou, ze hebben wel een leuke verzameling bij elkaar. Voor het barbecuen. Aardappelsalade voor erbij. Burgerkaas van die cheddar cheese. Deze was maar 1,9 of zoiets. Er zitten 10 plakken in, meen ik. Even kijken. 10 of 8. Dat kan ik zo even niet zien. Maar ja, kun je lekker hamburgers maken. Kruidenkaas. Roomkaas. Natuurlijk kan heksenkaas in de pot ook niet ontbreken. Dan heb ik hier de oude kaas en jonge kaas. Dat was in de aanbieding ook bij de Jumbo. Ik ga de volgende lading even neerzetten. Ja, en meteen bij de Jumbo van de aanbieding ook gebruik gemaakt. Zo was de Dolf 1+1 gratis. Dus ik heb hier 2 soorten Dolf. Ijsbergsla voor de hamburgers. Weet je, lekker op zo'n broodje ijsbergsla erbij. Heerlijk.
sla voor een salade te maken voor bij de barbecue. Desperado's, dat is jammer, want de tweede was de helft van de prijs. Die zat er niet bij, die smaak hadden ze niet. Turks brood, ook altijd lekker voor bij de barbecue. Cocktailsaus, Franse friet, verse Franse frietjes. Dit was ook 1 plus 1 gratis. Dus ik heb hier de Ambre Solaire Ideal Bronze. Factor 30 en eentje voor op het gezicht. Meteen anti-age, dus dat is helemaal goed. Ook niet ouder. Hamburgerbroodjes en tulpjes. Want die hadden ze ook bij de Jumbo. Ja, ik was dus ook 2 verschillende bedragen kwijt. Ik was bij de Albert Heijn 111 euro kwijt. En bij de Jumbo was ik 79 euro kwijt. Dus ja, we hebben dat met elkaar gedaan. Dus het is niet alleen mijn onkosten zijn het geweest. Maar we hebben een barbecue met elkaar geregeld. En ik had gewoon de boodschappen besteld. Voor het gemak van de barbecue. Dat alles al hier was. Mondvol. Maar goed, zo hadden we het gedaan. En ik heb eigenlijk niet echt een weekmenu bedacht van tevoren. Ik had meer zoiets van, nou, we hebben de dingetjes in huis. En we zien wel welke dag we zin hebben in wat. Niet echt een planning. Dus we gaan zien hoe dat gaat aflopen. Laat me even weten, wat vinden jullie handiger? Dat ik een weekmenu elke week laat zien. Hebben jullie er meerwaarde aan? Want dan schrijf ik hem achteraf. Kan ik hem dan nog invoegen, zeg maar, wat ik dan deze week heb gegeten. En dan kunnen jullie achteraf zien wat het allemaal is geworden. Of heb je zoiets van, nee, die boodschappen die zijn gewoon leuk op zich. En die wil ik gewoon zien. Helemaal goed zo. Dus laat me even weten. Ik dank jullie wel weer voor het kijken naar deze shoplog. Vond je hem leuk? Vergeet niet een duimpje omhoog te geven. En te abonneren op mijn kanaal hier beneden op de abonneerknop. Elke week een shoplog. Kan zijn van de Jumbo, van Albert Heijn. Misschien eens een keer een andere winkel. Dat weet je maar nooit. Het zou kunnen. Dagelijks een vlog. Soms een boekreview. Of een ander soort video. Ik dank jullie wel voor het kijken. Ik wens jullie een heel fijn weekend. Geniet ervan. En ik zie jullie morgen weer in een vlog. Doei doei!